beheers jij coaching, behandeltechnieken voor chronische pijn, personal training en dus trainingssessies. Ja, voeg die daaraan toe om een mooi, compleet traject te maken met verdeeld ook een aantal 6 domeinen consulten. Als je start met een programma, hoe ziet dat programma er dan uit? Hoe lang duurt die? Hoeveel sessies heb je samen met de klant? Wat kost het? En wat voor dingen kun je toevoegen om zoveel mogelijk waarde te bieden? Nou, dat zijn vragen die ik heel veel krijg van mensen die de Fysio Academy jaaropleiding doen. Behandelaars en trainers die in de jaaropleiding de manier zien om een succesvol programma neer te zetten. En de praktijk laat ook zien dat dat iets is wat heel raadzaam is. In deze video geef ik je alvast een aantal tips en tools die heel belangrijk zijn voor een succesvol programma. Allereerst is het heel belangrijk om je te realiseren hoeveel sessies je nodig hebt. De meest gekozen duur is 3 tot 4 maanden, waar mensen vaak om de week of om de 4 weken fysiek contact hebben. Als je met de 6 domeinenkennis aan de gang gaat, dan is het heel belangrijk om je te realiseren dat je niet zo heel veel sessies nodig hebt. Ja, er wordt namelijk zo snel zoveel resultaat behaald, dat laat de praktijk ook echt zien, dat je vaak na 4 tot 5 sessies klaar bent op het gebied van de 6 domeinen. Of het nou ingewikkelde chronische problematiek is, of de wat simpelere problematiek die je treft, je bent snel klaar omdat die kennis zo snel werkt. De belangrijkste tip is dus om je eigen expertise daaraan toe te voegen. Dat wil zeggen, beheers jij coaching, behandeltechnieken voor chronische pijn, personal training en dus trainingssessies. Ja, voeg die daaraan toe om een mooi, compleet traject te maken met verdeeld ook een aantal 6 domeinen consulten. Daarmee ga je in een hele korte tijd heel veel impact maken op de vitaliteit. Nou, als het gaat om kosten, dan is het vooral voor fysiotherapeuten, maar personal trainers ook de vraag, hey, wat vraag je nou per uur? Ja, dus op het moment dat je 4 maanden hebt en je spendeert bijvoorbeeld 12 sessies, dan wil je vooral berekenen van, hey, wat vraag ik per uur? Gemiddeld wordt er tussen de 85 tot 150 euro per uur gevraagd. En dat doe je dus keer het aantal consulten. Wellicht wil je er nog wat suppletie aan toevoegen. Dus doe je er nog een beetje extra bij de prijs bovenop, zodat klanten het gevoel krijgen dat het er allemaal bij in zit. En kom je bijvoorbeeld uit op 1500 euro voor 4 maanden. Dat is een hele schappelijke prijs. En het resultaat wat je behaalt, is het voor de klant ook dubbel en dwars waard. Wat ik daarbij een hele belangrijke tip vind, is om flexibel te zijn in je pakket. Ja, dus toen ik dit zelf in de praktijk nog deed, hadden we 1 groot traject van 1500 euro, een beetje een medium en ook losse consulten. Want je krijgt vaak in de intake de vraag van iemand, ja, maar ik weet niet of ik wel zo'n heel programma nodig heb. En soms, eerlijk is eerlijk, denk jij ook als behandelaar of trainer, goh, die hoef ik helemaal niet 4 maanden te begeleiden. En dan kun je dus heel eerlijk zeggen, goh, weet je wat, laten we starten met een volledig programma. Maar op het moment dat we halverwege klaar zijn, dan verrekenen we dat gewoon in losse consulten. Dan is iedereen tevreden. Dan is het open, eerlijk, heb je nooit gezeur om geld en of het meer of minder waard was. En kun je dus heel flexibel zijn. Andersom werkt het ook. Soms komen mensen maar binnen voor 1 consult. Behalen ze zoveel resultaten op het gebied van slaap, waardoor ze daarna automatisch jou vragen van, hey, mag ik niet naar het medium consult of misschien wel niet naar het volledige programma. Zo ben je eerlijk en kun je mooi schakelen. En in de praktijk leidt het eigenlijk altijd tot meer sessies en dus ook meer omzet. Daarnaast is een hele belangrijke tip om wat aanvullingen te doen online. Ja, dus maak per domein een aantal video's die je gedurende de weken naar je klant mailt. Die dus kort zijn, een minuut, 2 minuten max, waar interessante informatie in staat die aanvult op wat je al verteld hebt. En af en toe ook wat nieuwe tips, zodat je bij de volgende sessie daar ook op kan terugpakken. Dus dat je zegt, hey, vorige week heb je de tip gehad over ademhaling voor het slapen gaan. Heb je hem al gedaan? Ik wil hem graag eventjes met je doornemen. En zo kom je heel professioneel over. En dus ook in de tijd dat je geen fysiek contact hebt met de klant, hou je iemand toch bij je. Ja, dit zijn tools die in de praktijk enorm veel waarde laten zien. Klanten vinden het heel fijn. Het resultaat is heel groot. En zo weet je wat je kunt vragen, hoe lang het kan duren. En uiteraard is het belangrijkste eindconclusie, hoe wil jij dat het programma eruit ziet? Dus pak een leeg vel en schets daarop jouw ideale traject. Hoe gevuld wil jij je agenda hebben? Hoeveel omzet wil je draaien? En reken het allemaal praktisch terug. Combineer het met deze tips
Je hebt het perfecte programma om mee te starten en dus ook enorm veel impact te maken op je klanten.